Ik heb in de afgelopen periode, op de laatste vergadering met alle shopsteward, heb ik aangegeven dat ik ga afzwaaien. We zijn weer in een feeststemming nu, maar het is belangrijk dat u weet hoe we ervoor staan en dat deze voorzitter de komende periode gaat afzwaaien. Komende maand, in januari, zal ik de hamer overdragen. En het betekent niet dat ik de leerkrachten in de steek zal laten. Ik zal altijd die leerkrachten ondersteunen, in welke vorm dat ook. Het is gewoon een deel van mijn leven. De formele zaken ga ik overdragen aan het zittend bestuur. En we hebben al aangegeven, we hebben al iemand eigenlijk al voorbereid. Hij stoot het daar, maar ze zal het moeten doen. Ja, en ik wil vanuit deze plaats, wil ik toch Rishma naar voren roepen. Ja. En we werken al zo'n 17 jaar samen met elkaar. Ik zit al bijna 29 jaar. En ik moet zeggen dat ik vol overtuiging, met vol vertrouwen, die hamer zal overdragen aan Rishma. Natuurlijk moet u dat eerst goedkeuren. Maar in ieder geval, mijn voorstel is dat wij een vrouw weer aan het roer moeten zetten. Het was een waar genoegen voor mij ook om met meneer Valies samen te werken. We hebben hele moeilijke tijden meegemaakt. U bent er zelf getuige van. We hebben niks voor granted gehad. We hebben altijd strijd geleverd voor alle verworvenheden. Ja. En we gaan deze strijd voortzetten. Strijd is strijd.